Dat het klimaat verandert is bekend. Waterschap Limburg zet zich op allerlei manieren in om de gevolgen van die klimaatverandering aan te pakken. Want de gevolgen zijn groot en omvangrijk. Wist u bijvoorbeeld dat ook de biodiversiteit erdoor geraakt wordt? Biodiversiteit is fundamenteel. Ook de mens is er volledig afhankelijk van. Barend, als ecoloog bij het waterschap ben je heel veel buiten en heb je heel veel met biodiversiteit te maken. En iedereen roept dat het een probleem is, maar wat zie jij daar buiten nou van? Nou, ik zie inderdaad buiten dat in onze beken zie ik heel duidelijk dat er soorten ook echt achteruit gaan. Een van de redenen is bijvoorbeeld klimaatverandering, waardoor je nu ziet dat beken echt droog gaan vallen. Ja. En dat sommige hele gevoelige vissen, bijvoorbeeld de beekprek, nu ook echt dreigen uit te sterven in hele delen van ons beeksysteem. De beekprek, dat is een visje. En als die verdwijnt, is dat nou erg? De beekprek op zich is één soort. Het is op zich een hele bijzondere soort. Dus het is jammer als zoiets moois verdwijnt. Ja, dat met een hele bijzondere levenscyclus. Dus het is echt wel, ja, dat is jammer. Maar het is natuurlijk breder. Het gaat ook om alle soorten waar er heel veel van verdwijnen. En dat betekent eigenlijk dat het hele ecosysteem als het ware verstoord raakt. Als het verstoord raakt, dan krijgen we eigenlijk ook als mensen met allerlei problemen, plagen, ziektes te maken. Dus uiteindelijk heeft dat best wel behoorlijke consequenties als dat zo doorzet. En boeren, hebben die daar ook last van? Of, Ja, boeren hebben daar ook last van. Ja, plagen, ook in de landbouw, die schadelijk zijn voor gewassen, die zullen ook toenemen als het hele ecosysteem minder robuust in elkaar zit. Dus daar zit echt wel, een probleem. Waterschap Limburg merkt ook dat de biodiversiteit verandert. We krijgen te maken met plaagsoorten. Dat zijn dieren of planten die hier van nature thuishoren, maar ook exoten die door de mens ons land zijn binnengebracht. Zo vormt de zonnebaars een directe bedreiging voor onze watersystemen. Nagenoeg alle andere fauna verdwijnt als deze vis in het water zit. Als we kijken naar flora, zijn de grote waternavel en de Japanse duizendknoop dermate dominant dat beken dichtgroeien, met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld rondom de Niers in Gennep. Ja, kijk, hier in de Niers zien we hem staan inderdaad, de grote waternavel. Nou, dit is nou echt een van die probleemsoorten waar we tegenaan lopen. Deze soort kan echt zo'n complete beek helemaal overwoekeren. En als dat eenmaal gebeurd is, dan hebben we zo wateroverlast en natschade. Allerlei problemen treden dan op. Dus hier moeten we iets aan doen in veel gevallen. Ik ga proberen om hier ook wat andere gewenste soorten te vangen, die er ongetwijfeld tussen zitten. Zoals macrofauna en vissen. Onder water leeft een heleboel leven. Ah, kijk, een kleine modderkruiper. Oh ja, inderdaad. Oh, fraai, zeg. Goed te zien, ja. Zo zeg. Ja. Mooi. Ultiem voorbeeld van een plaagsoort waar onze nota soortenbeleid over gaat, of niet? Ja, dit is wel een heel duidelijk voorbeeld. En op zich hebben we nu met dat beleid ook wel een duidelijk handvat om te bepalen van wat gaan we hier nou mee doen. En wat zouden we dan hier bijvoorbeeld mee gaan doen? Hier is het al vrij ver voor dat stadium. Kijk, in principe zeggen we eerst voorkomen, daar beginnen we mee. Nou, dat is hier niet meer aan de orde. Helemaal wegkrijgen. Is de vraag of dat nog lukt. Dat is eigenlijk de tweede optie. Maar bij deze soort is wel de doelstelling eigenlijk elimineren. We zouden hem eigenlijk willen elimineren. Ja. Okay. Ja, ja. En wat kunnen mensen nou bijdragen aan het werk wat wij doen met dit soort soorten? Want ik bedoel, dit is misschien vanzelf gekomen. Maar er zijn ook wel soorten in ons water die er met menselijk handelen bij... Ja, dat komt geregeld voor. En het is, ja, eigenlijk kunnen burgers heel veel doen door in ieder geval proberen te voorkomen dat dit gebeurt. Dus vooral geen vijverplanten, ook geen aquaria of vijvers die niet meer nodig zijn. Niet denken van ik breng dat naar de natuur, daar zijn die visjes, die hebben het daar leuk. Want dat is eigenlijk desastreus. Het zijn vaak planten, dieren die gewoon niet hier thuis horen. Gewenste soorten, ongewenste, invasieve exoten. Heel veel soortenbeleid hebben we dus in een nota vervat. Maar we moeten ook wat dingen gaan uitvoeren. Welk resultaat willen we op termijn nou behalen als waterschap? Nou, we willen
vooral dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor die biodiversiteit en voor de plaagsoorten. En daarmee zorgen dat in al onze gebieden, dus in de watergangen die we beheren, maar ook op de dijken, dat we daar eigenlijk dit soort aspecten gewoon echt goed meenemen. Dat we iets doen voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld het maaien van dijken, dat we dat wat extensiveren, waardoor er bijvoorbeeld genoeg bloemen zijn voor bijen, die ook heel belangrijk zijn, die het moeilijk hebben. Maar ook dat we zorgen dat we de plaagsoorten, dat we die vroeger in de kiem kunnen smoren en dat die minder problemen gaan opleveren.